onze tocht door de stad zijn we nu op Campo Verano, het grote kerkhof bij San Lorenzo in de buurt uit de 19e eeuw. Staan wij voor het grote monument voor de Zouave. Viva Pio Nono, leve Pius de Negende. Dat was het strijdlied van de Zwaben, de Zouaven, de pauselijke Zouaven, die slag leverden bij de Porta Pia. Op 20 september 1870 werd de slag geleverd. Van de 10.000 vrijwilligers waren er maar liefst 3.000 Nederlanders. De beroemdste is mogelijkerwijze Pieter Jong uit Lutjebroek. Het plaatsje, dorpje in de kop van Noord-Holland. De reus van Lutjebroek genoemd. De namen staan gerangschikt onder het slagveld waar zij zijn omgekomen. Bijvoorbeeld Hubertus Mercier, Belgicus. Odoardus de Roek, Belgicus. Cotifredus van Ravenstein, Hollandus. Franciscus Martinacci, Gallus. En dan Petrus Jong, Hollandus. Dat moet de man uit Lutjebroek zijn. Franciscus van den Boom, Hollandus. Enzovoort.